Hey mensen, welkom in deze nieuwe Minecraft tutorial. Vandaag gaat het weer over redstone. Alleen dan niet zozeer over redstone, maar over command blocks. Vandaag ga ik jullie namelijk uitleggen hoe, zeg maar, hoe je de beste klok moet maken. Tenminste, de beste klok als je het in creative doet. Of zonder te cheaten. Zoals jullie weten, command blocks zijn niet te craften in survival. Dus moet je ze inspannen, zeg maar. Of gewoon naar jezelf geven. Maar dat is cheaten. Ze zijn er ook niet voor bedoeld om in survival te gebruiken. Ze zijn ervoor bedoeld om in creative te gebruiken om leuke dingen te maken. Dus, in creative kan het gewoon gebruikt worden. In survival, ja, in survival zou je normale klokken moeten gaan gebruiken. Maar het mooie is aan deze klok, hij heeft een heel korte puls. Dus hij is heel goed te gebruiken om de hele tijd te testen. Bijvoorbeeld hoe groot de world border is. En dat ga ik binnenkort aan jullie uitleggen. In de volgende video ga ik uitleggen hoe je een timer bij de world border moet krijgen. Maar goed, dat is voor de volgende video. Nu gaat het over de klok. En ja, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt twee command blocks voor nodig. Ze hoeven niet per se zo geplaatst te zijn. Maar dit is wel de beste opstelling. In de bovenste. En voordat mensen het gaan vragen. Ik zet al deze commands. Zet ik in de beschrijving. Zodat jullie ze gewoon kunnen kopiëren en plakken dan in Minecraft. Bij de bovenste command blok. Moet je instellen. Dat hij dus een blokje vult naar de redstone blok. En ik heb ingesteld. Dat hij alleen het blok. Dus zeg maar op dezelfde x-coördinaat. Op het y-coördinaat is één blokje naar beneden. En dan dezelfde plek is. Al op het z. Dus dezelfde z-coördinaat, dat is dat blokje. Dezelfde x-coördinaat is dat blokje. Alleen dan omdat de y min 1 is. Gaat het over dat blok. En dan gaat het over tot waar je dat wil hebben. Dus weer hetzelfde x. Min 1 i. En dan heb ik min 4 z gedaan. Zodat hij tot 4 blokjes deze kant op gaat komen. Net zoals hier. Wat je daarna nog moet doen. Is aangeven wat voor blokje het wil vullen. Nou, als je het als klok wilt gaan gebruiken. Dan moet het een redstone blok zijn. Omdat de redstone blok weer de hele tijd het triggert. Bij deze onderste command blok moet je de andere command invullen. En dat moet je doen met dat het blokje erboven als lucht vult. Dus dat doe je als fill. Nou, dat leuke knopje. Het leuke knopje 1. Want dat betekent dus dezelfde plek als de command blok plus 1 omhoog. Dat is i. En dan weer dat knopje. En dan tot waar. Dus weer hetzelfde. Zelfde x. 1 omhoog. En min 4 in de z. En dan met lucht. Het enige wat je nu nog hoeft te doen. Dit blok hoeft hier niet te zijn. Alleen dat had ik gebruikt om de command blok hier te krijgen, zeg maar. Alles wat je nu nog moet doen. Is een redstone blok hier tussenin zetten. En dan zul je direct zien dat er meteen redstone blocks die kant op gevuld gaan worden. Nu ziet het eruit. Alsof deze blokken niet worden ververst. Maar je kunt checken of je klok het doet. Door een weg proberen te halen. Als je ziet dat hij direct weer terugkomt. Dan weet je dat je klok het aan het doen is. En zoals jullie zien gebeurt dat nu bij alle. En stel je wilt deze klok nou stopzetten. Zoals ik hier heb gedaan. Zodat niet dit de hele tijd doorgaat. Het enige wat je dan hoeft te doen. Is hier in plaats van redstone blok. Oh, die vier mag blijven staan. Iets als stone neer te zetten. Nu verandert hij direct naar steen. En stel je wilt het weer goed doen, dan zet je weer redstone blok. Gaat hij niet direct weer verder, maar dan moet je weer even een redstone blok neerzetten. Nou, nu hebben jullie misschien van, ja, leuk, nu weten we hoe we deze klok moeten maken. Maar hoe gebruik ik hem dan om bijvoorbeeld te kijken hoe groot de world border is? Alles wat je dan moet doen
is een commentblok. Zorg dat het aandeelt aan een van deze redstone blokken zit. Maar in principe kan het ook hier of hier. Het kan ook aan de onderkant. Het maakt niet uit waar, zolang je het maar aan een redstone blok zeg maar doet. Je zet hem neer en ja, nu wil je bijvoorbeeld heel de chat spammen met dus say at all hallo. Nu zien jullie, de chat wordt helemaal opgevuld. Ik kan nu gewoon iets zeggen, alleen gaat het direct weg. Dat is dus hoe je deze klok gebruikt. Ik haal het nu weer weg, zodat niet heel de chat nu wordt gespamd. Zoals jullie zien, het staat nu weer stil. En ik zet de klok weer even stil. Dat is dus hoe je deze klok gebruikt. En ja, ik hoop dat deze video jullie heeft geholpen. Ik hoop dat ik jullie wat heb kunnen leren. Als jullie nog vragen hebben of denken van, hij heeft iets gemist, laat het dan even weten in de comments. En ja, geef een duimpje omhoog als je het een leuk filmpje vond. Je mag ook een duimpje omlaag geven als je het gewoon geen leuk filmpje vond. En stel je bent nog niet geabonneerd, maar je wilt wel vaker van deze video's zien, abonneer dan even op mijn kanaal. Bedankt jullie allemaal heel erg voor het kijken. En tot de volgende video.